Vandaag neem ik je mee in het creatieve tekentechniekenboek. Als we het boek openslaan, hebben we een inhoudsopgave. Even een leuke welkomstboodschap. En dan begin ik met de basisvormen. Cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek, ovaal. Hoe kan je dit nou echt toepassen? Als we gaan tekenen en kijken naar bijvoorbeeld het tekenen van een mus, dan zie je dat hier eigenlijk al basisvormen in zitten. En naast basisvormen hebben we basisrichtlijnen. Ik laat het je zien aan de hand van deze foto. Pak er even een schetsboek bij. Als we naar deze foto kijken, zien we dat hier een ovaal als lichaam is gebruikt en daarboven een cirkeltje. We zien ook dat er een richtingslijn is, deze, van de vleugel en natuurlijk van het staartje. Maar hoe lang is die nou? Als we dat gaan meten met een potloodje, dan zie je dat die bijna twee keer lichaamshoofdlengte is en het staartje. Dus deze, hier het midden van, en dan is het staartje, ja, dat klopt ongeveer wel, 1 op 2. Nu zien we dat hier in het midden een lijn is en dat hij van hieruit eigenlijk, en dan kijk ik veel meer naar deze hoek, hoe ik die kan tekenen. Dus ik zet hem op die manier neer en hij loopt een beetje parallel met die. En dan komt hij ongeveer hieruit. Dit zijn de basislijnen die je nodig hebt om het vogeltje te kunnen tekenen. Daarna ga je kijken van hoe ga ik hem verder uitwerken. Dus ik heb een beetje de basislijnen en de richting ingezet en ga ik schetsen met mijn potlood. En dan kijk ik constant heen en weer van links naar rechts. Van waar alles zit. Hoe deze lijn, die is niet recht, die is een beetje krom naar beneden. Het snaveltje. Hier het onderkantje. Hier een beetje piekende veertjes. Dan zit hier ergens dat schoudertje wat hier zit. Althans, het is geen schouder, het is de vleugel. Hè? En daarop als het ware de kop van die vogel. Even nog een beetje hier die lijnen aangeven. Een ronding zit hier in de borst met losse veren naar het kontje toe. Hier hebben we de vleugel. Goed kijken waar die lijnen uitkomen en hoe die randen zijn. Hè? De vleugel van hier die richting qua vleugel. Ik kijk nu ook heel goed naar deze bocht. Daaruit komen de staartveren. En die begint het al aardig op een musje te lijken. Nog maar even naar de poten. Niet te dun maken. En op deze manier begin je dus eerst met richtlijnen om houvast te hebben en werk je het verder uit. Volgens mij zijn de poten iets te lang. Even kijken. Nee, dat had langer gemogen. Het is altijd een beetje zoeken. Hij komt niet verder dan zijn bek. En dat betekent dat die vorm dus hier loopt. Hij is recht. Maar ook weer niet, want er zit hier echt wel een vormpje tussen. Ja, het is altijd een beetje zoeken naar de juiste verhoudingen. Zeker als je dat zo uit de losse pols met cirkellijnen maakt. Dus dit is een manier
om hem te tekenen. Een andere manier is als je met grondvormen gaat werken, maar dan met een ruitsysteem. En een ruitsysteem is, we gaan een ruit neerleggen over de tekening, over de foto. Even kijken waar het midden is. Nu ga ik wat ik net deed door middel van grondvormen en richtingslijnen, ga ik dat nog een keer doen. Dus ik ga kijken waar die cirkel bevindt. Die bevindt zich op deze, dit punt. En die komt ongeveer zo uit. Dit is de verhouding van zijn kop. Dan begint hier ergens een schouder. Zijn vleugel, die komt hier uit en die gaat richting dit. Dit is zijn vleugel. Gaan we naar zijn buik. Dan kijk ik heel erg naar dit restvormpje. Die hier moet ontstaan. En deze restvorm. En dan zie ik ook dat hier het staartje heen gaat. Dus ik ga nog steeds die vormen en richtlijnen gebruiken. Alleen heb ik nu houvast. Volgens mij is deze langer dan 3, dus moet ik even kijken, even spieken. Hij is langer dan 3. Zie je? Dus dat betekent dat deze poot, die komt ongeveer hier. En die zit aan deze kant. Deze is naar beneden, die zit boven het middenste. Ja? En dan gaat hij naar dit punt, want hij komt niet lager dan dit. Dit zit veel hoger, zie ik al. Dan gaat hij helemaal daar naartoe. Maar hij komt niet verder dan dit punt. Dus hier zit dan weer een poot. En hier een poot. Nou, op deze manier kan je dus goed kijken waar het oog zit en waar de snavel zit. En dan even hier het puntje, ook weer naar beneden gebogen. En dan heb je op deze manier de vogel in verhouding gemaakt. Nu ga je kijken, want we zijn geneigd om heel erg rond te gaan en mooi rond te gaan. Maar hij is niet rond, hij is meer ovaal. Dat betekent dat je goed gaat kijken van hoe loopt die richting nou precies. Dan ga ik ook een beetje wat zwaarder neerzetten. Het oogje zit iets lager. Ik ga goed naar die buitenvorm weer kijken. Ook kijken waar ongeveer tekening in de vleugels zitten. Het kontje. Ja, en op die manier ontstaat er dus een vogeltje, een musje in dit geval, in de juiste verhouding. Het is een kwestie van heel veel oefenen. Probeer het maar eens. Heel veel plezier met tekenen en tot een volgende keer.